Laat je handjes zien. Lekker man. Maar vis nummer 2 is een feit. Zo, super tof dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering. Vandaag zijn we in Dordrecht. We gaan op jacht naar een baas, een snoekbaas. Lekker met checkjes, even dropshotten. We gaan even kijken wat het allemaal wordt. Hopen op wat mooie vissen, een leuke video. En ja, kijken of we hier in het mooie Dordrecht wat mooie plekken kunnen vinden en wat mooie vis. Was hier op vis, eerste van de dag. Wat zou het zijn? Een baars. Een baars, mooie baars. Eerste worp, nieuw stekkie. Laat zien. Lekker man. Netjes man. Stop maar. Mooi, gelijk de eerste worpje. Mooi baarsie. Lekker man. Dus lachen. Zo, tweede stek. We staan nu even bij de waterbus. Waterbus Dordrecht. Wat staat aan de andere kant? De overkant van het brugje. Kan je denk ik zo niet zien hoor. Maar nog steeds één baars maar. Maar maakt niet uit. Het was een mooie baars. Het is nog jong. De dag is nog jong. Ik ben benieuwd. Hopen dat we nog wat meer vangen zo. Dordrecht. Was je lekker aan het vissen? Ja, ja. Weer vissen? Ja, ja. Stop. Oh, papa, dat is even voor je scheppen dan. Ja, dit is een mooie. Ja, snoek. Snoek. Laat maar even snel scheppen dan. Mooi rivier snoekje. Pak hem dan. Oh, gewoon een snoekje. Ja. Jongen. Wacht maar, ik hou het netjes nog. Ja, ik heb een tangetje bij. Pak jij maar gewoon even netjes in zijn kieltjes. Hij kwam ineens heel dicht bij de camera. Wat is er, jongen? Dat deed pijn. Ja, zat hij ertussen? Ja, mooi hè. Heb je hem? Nee? Jawel, schiet eens op. Lach joh. Laat je handjes zien. Lekker man. Maar vis nummer 2 is een feit. Dordrecht waterbus. Snoekbaars, geen baars, ook geen snoekbaars, maar wel een mooie snoek. Ja, het enige nadeel natuurlijk van zo vissen in de stad en bij plekken waar het druk is. Ja. Is dat je wel eens vast komt te zitten. En dan kan het wel een duur dagje worden qua shotjes. Toch wel leuk altijd, hè? Midden in de stad, een beetje die drukte. Even lekker een bakje koffie doen. En dan gaan we zo meteen maar weer eens lekker nog een visje vangen. En normaal is het andersom, hè Bart? Maar even een diepte-interview. Hoe is het nou dat jij zelf nog niks hebt en je vismaat 2? Normaal heb ik dat natuurlijk. Treurig. Ja. Oké, okay. Snap ik. Dus ik voel jou leed. Maar ik heb een oplossing. Oh jee. Ja. Ze hebben namelijk ook zalmfilet. En dan heb jij toch nog vis gehad vandaag. Ja. Wat vind je daarvan? Slecht idee. We gaan straks naar een ander stekje en dan pakken we er gewoon mee. Juist. Waar gaan we nog heen? Bij de grote kerk? Ja. Is goed man. Ja, laten we goed doen. Zo, het eten zit erin. Dan gaan we even lekker verder. We zijn nu binnenstad, een stukje aan het lopen. Mooie plekjes, even kijken of we nog een baasje kunnen tikken hier. Het is echt druk in de stad. Ook mega druk met vissers. Maar
maakt niet uit. Er zit vis genoeg, denk ik. Zo, het zit er weer op. Het is gebleven bij de twee vissen. Dus een mooie baars en snoek. Snoek bij de waterbus Dordrecht en de baars ergens aan het begin van de stad. Allebei gevangen op deze. De baars met een loodkopje van 10 gram. De snoek met een baarskop met een loodkopje van 14 gram. Nou, 7 centimeter. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En ja, volgende keer weer een nieuwe leuke video. Bedankt. Doe even like als je het leuk vond. En abonneren als je er nog eentje wil zien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.